print the boodschap print today. New magazine op de markt voor stimuleren toerisme. Het stimuleren van het toerisme in Suriname heeft een hoge prioriteit bij de regering. Samen met de private sector kan het toerisme naar een hoger niveau worden getild. Diverse ondernemers zijn op verschillende manieren hiermee bezig. Zo heeft Freddy Abdulrahim het initiatief genomen een nieuw magazine over Suriname te ontwikkelen, het I Love Su magazine dat in Nederland wordt uitgegeven. Met dit blad wil Abdulrahim het toerisme in Suriname, in Nederland, België en Duitsland promoten. Afgelopen donderdag 14 maart heeft minister Stefan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme de eerste editie uit handen van Abdulrahim ontvangen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst op het ministerie. Deze eerste editie is gratis te verkrijgen en is te vinden bij de visumafdeling op Schiphol en bij 300 vaste distributiepunten zoals toko's in heel Nederland. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.